Nou, Marco Bulting, we moeten natuurlijk beginnen met eigenlijk, we moeten eigenlijk zingen, we moeten juichen, we moeten op de tafel staan, want je bent koninklijk ook onderscheiden. Van harte gefeliciteerd. Ja. Was je nog een beetje in het ootje genomen dat je de pineut was? Of rook je al onraad? Ik rook wel onraad. Hoe kwam dat? Nou, ze hadden als smoes bedacht dat ik dan mee mocht naar het Six Museum in Amsterdam. Ja. Maar daar is een wachtlijst voor van meer dan een half jaar. Dus dat, sinds het boek uitgekomen is, kan dat helemaal niet. En mijn kinderen bleven de nachten voor ineens thuis logeren, terwijl ze met Pasen nog pas geweest waren. Dus dat vond ik ook verdacht. Nee, het was te veel signalen. Ja, maar het was natuurlijk wel een fantastisch mooi lijstje. De motivatie van de gemeente Hillegom die wij gezien hebben, het was een hele mooie lijst. Hoe vind je het zelf? Want je bent met de geschiedenis bezig. En dit heeft natuurlijk enorm zo'n onderscheiding raakvlakken met de geschiedenis op de een of andere manier. Ja, het is eigenlijk vooral vanwege mijn bemoeienis met geschiedenis en landschap. Eerst alleen in Hillegom en al gaandeweg de hele Bollenstreek erbij. Cultuurhistorisch Genootschap ben ik in bestuur geweest en Vrienden van Oud-Hillegom. En ik heb inmiddels zit ik in de Raad van Toezicht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Dus ja, er komt alles maar meer bij. Ja. En ik ben er elke dag mee bezig, bijna. Ja. Nou, mooie erkenning. Ja. Daar zit je niet voor, maar nee. We konden het niet onvermeld laten. Je zit voor een hele aparte gebeurtenis in Hillegom. Opeens stond er een trein stil. Ja. Een trein vol met mensen. Dat had weer te maken met de razzia in Rotterdam. Wat was daar gebeurd? Nou, bij die razzia van Rotterdam, dat is gebeurd in 1944. Op 10 en 11 november zijn daar alle mannen van Rotterdam en Schiedam tussen de 17 en 40 jaar opgepakt. Op bevel van de Duitsers, omdat ze in de arbeidseinsatz moesten werken. In Duitsland werken, in de fabrieken en dergelijke. Die mannen zijn allemaal vervoerd met schepen, lopend, maar ook met treinen. Om ze uit Rotterdam weg te krijgen richting het oosten. En meerdere van die treinen zijn langs Hillegom gekomen. En een daarvan die is stilgezet op het station 's nachts. Van de nacht van 11 op 12 november 1944. Omdat ze 's nachts niet mochten rijden. Want dat was te gevaarlijk voor bombardementen en dergelijke. Dus die trein die bleek daar ineens in de vroege ochtend te staan op zondag. Goh, en ja, nu hebben we de Intercity's, lekker luxe. Maar wat was dat toen voor een trein? Nou, nee, dat waren veewagons. Een stuk of 30 wagons, 30, 35. En die stonden eigenlijk vanaf de parallelweg tot voorbij het gasbedrijf in Hillegom opgesteld op die rails. En die wagons waren gewoon nog dicht. Ze hadden geen idee waar ze waren, die mensen. En er zijn wat documenten na de oorlog opgetekend door bijvoorbeeld de machinist van die trein. En die heeft bijvoorbeeld ook gezegd hoe dat dan eraan toe ging. Je zag eigenlijk niet eens waar je was in een kaal land. Je zag wel een kerktoren, nou vast die van de Zillig geweest. En ze gingen vragen aan mensen die een beetje dichterbij durfden te komen van waar zijn we hier? Ja, we zijn in Hillegom. En ze mochten er even uit, ze mochten even gelucht worden, een klein stukje lopen. Want ze hadden de hele tijd op die houten vloer gezeten zonder sanitair. Dus het was een bende aan het worden in die wagons. Want hoeveel mensen waren het ongeveer? Ja, volgepakt. 30, 40, 50 mensen in een wagon. Wow. En ze hadden een klein tasje met spullen bij zich. Maar voor de rest was er helemaal niks voor ze geregeld. Nee, dus, maar toen kwam Hillegom in actie? Ja, toen kwam Hillegom wel in actie, ja. En er zijn ook mensen uit de Zillen komen helpen. Uit Lissen, uit Vogelenzang, uit Nieuw-Vennep. Om ze te voorzien van wat er maar nodig was. Emmers, brood, tabak voor zover dat er nog was natuurlijk. Er is eigenlijk een hulpactie op gang gekomen waarbij iedereen naar huis ging om spullen te halen. En waar nog wat was, bijvoorbeeld het gasbedrijf, dat is daar eigenlijk vlakbij. Die hebben meteen de kantine opengezet en gezegd, nou, als er brood komt dan kunnen we dat gaan smeren met een groep mensen. En er zijn dokters gekomen, Hillegomse huisartsen, die hebben gekeken wat er te doen was voor die mensen. En sommigen waren ook echt ziek. Of die hadden een papieren bij zich van, hey, ik mankeer wat, ik moet medicijnen hebben. En, want die mannen hadden er totaal soms niet op gerekend dat ze weg moesten natuurlijk. Nee. Sommigen hadden zich echt gemeld bij het meldpunt. Maar een heleboel anderen waren gewoon uit huis gejaagd. En die waren amper goed aangekleed ervoor. Ja. Waarom bleef die trein daar stilstaan? Waarom is hij niet gaan rijden 's ochtends? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Er is mij niet duidelijk geworden. Er is een heel boek over die Rotterdamse razzia verschenen. Daar heb ik ook nog even op nagekeken, maar dat is mij niet duidelijk. Nee. Ze reden pas aan het eind van de
Nou, aan het begin van de avond pas weer terug. Dus die hele zondag is dat daar als een lopend vuurtje door die dorpen gegaan. Het was nog maar een dorpje natuurlijk, Hillegom toe. Ja, alles was maar een dorpje. Ja. 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 Goh, wat apart. Ja. Het verhaal staat in het boek, maar je hebt het verhaal ook voorgelezen tijdens de herdenking? Ja, ik heb gisteravond tijdens de herdenking in de Maartenskerk in Hillegom heb ik het verhaal van die machinist voorgelezen. En het staat inderdaad in het boek wat 30 jaar geleden geschreven is door Frans Oud. Die was dus tijd veel vooruit, als je al 30 jaar geleden met het boek bezig was dan? Ja, dat was eigenlijk ontstaan in 1985. Toen was de 40 jaar bevrijding, werd toen gevierd. En toen zijn er tentoonstellingen gehouden. En hij heeft ontzettend veel fotomateriaal. Hij was gewoon bakker in Hillegom, warme bakker. En hij fotografeerde gewoon als hobby. En hij is dat zo goed als mogelijk is in de oorlog blijven doen. Af en toe kon hij wat ruilen en dan kon hij weer een rolletje bemachtigen. Want dat was op een gegeven moment ook allemaal op natuurlijk. Ja. En hij heeft dus dingen gefotografeerd waar anderen dat helemaal niet meer konden doen. En daardoor is er over de oorlog in Hillegom en ook over de bevrijding en dergelijke, is gewoon heel veel materiaal. Oké, hoe was het om aan dat boek mee te werken? Ja, prachtig. Ik was student en ik kende Frans Oud omdat hij in de politiek zat en ik was verslaggever voor de krant. En hij had iemand nodig om eens te kijken van wat, ook eerst al bij die tentoonstellingen, van wat kan je nou laten zien, wat is begrijpelijk voor mensen. En ik snapte daar als, ik was twee generaties jonger onderhand, snapte eigenlijk amper wat ik zag op die foto's. Wie zijn dat, wat doen ze, er moeten bijschriften bij. En daar heb ik hem toen al mee geholpen. En 2 jaar later vroeg de lokale boekhandel ons om daar een boek van te maken. En daar hebben we samen aan gewerkt. Goed. Aanvankelijk was het een fotoboek de bedoeling. Maar er kwam een heleboel materiaal los van andere mensen. En het vroeg ook eigenlijk om veel meer research. Dus we zijn naar het Riot in Amsterdam geweest samen. En ik was daar kind aan huis. Geweldig. 1,5 jaar aan gewerkt. Ja, dat was je eerste boek? Dat was mijn eerste boek, ja. Ja, want je hebt er 3 meegenomen. Ja, er zijn veel oorlogsboeken in de Bollensteek. Weet je dat toevallig? Nou, ik heb er thuis 3. Deze is over Lisse geschreven. Pollen door bezet. Door Herman van Amsterdam en Peter van der Voort. Ja. En die hebben later nog een compilatie gemaakt, Pollenstreek in oorlogstijd, waarbij ze eigenlijk de hele streek bestrijken. En meer ken ik er niet, of meer heb ik er niet, bedoel ik. Het is overal wel ongeveer een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk, hè? Dat je ziet dat zo'n dorp bezet raakt en ze moeten alles inleveren. De radio's, de kerkklok wordt weggehaald, alles gaat op de bon, het wordt allemaal steeds moeizamer. Bombardementen, huizen ingestort, beschietingen. Ik dacht, aanvankelijk dacht ik altijd van die dorpjes hier een beetje buiten de grote steden. Die merken het nauwelijks, die oorlog. Maar ik heb ook een boekje over Noordwijk gelezen. Ja, dat stort er weer een vliegtuig neer of valt er een bom verkeerd. En er zijn toch heel veel doden gevallen zo bij elkaar opgeteld. Zelf wat gebeurt in die Bollenstreek. Ja, heel wat gebeurt. Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen ondergedoken geweest hier. Want in de stad was het niet om uit te houden van de honger. Daar had je niet zoveel mogelijkheden als op het platteland. Dat je een boer kende met wie je wat kon ruilen of zo. En ook dat onderduiken, dat is hier zeker ook in de Haarlemmermeer, ook op grote schaal gebeurd. Ja, die was nog wel wat te eten natuurlijk op het platteland. Ja, we moeten het maar een keer gaan samenvatten, hè? Al die mooie verhalen over de Bollenstreek. Ja, ja. Mooie verhalen tussen Aalen en Stekenstam. Ja, en er komen nog steeds verhalen bij, hoor. Jouw verhaal over de bomwerf of het vliegtuig in de Zilk staat niet in een van deze 3 boeken. Nee, we hadden vorige week iemand uit Lisse die natuurlijk het vliegtuig in de Engel dat daar neergestort is opgetekend heeft. Dus er komen elk jaar nog verhalen bij nog steeds, eigenlijk. Oké, nou dan houden we het in ieder geval even. Bedankt voor je verhaal.